Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Tja, vandaag in Dommeland Live gaan we het er hebben over Dances with the Stars, oftewel Dances with the Bokstelse Stars. Want 4 februari 2017 gaan ze hun vierde editie alweer tegemoet van dit succesvolle evenement. En we gaan het hebben over Stapel op Sint, want onze goed heiligman is afgelopen zondag weer in ons eigen Bokstel terechtgekomen. En gaat weer zijn slaapplek vinden op Kasteel Stapelen. En 20 kids die schitteren in de Star Company. Het is dinsdag 15 november. Welkom bij een gloednieuwe uitzending van Dommeland Live. Ja, ik zei het net al, 4 februari, dan is de vierde editie van het succesvolle evenement Dances with the Bokstelse Stars alweer. En bij mij op de bank Marion Veenstra van Dances with the Stars en Tim van Haren, danser. Marion, bij jou te beginnen. Mensen die het niet weten, Dances with the Stars, vertel, wat is het? Een paar jaar geleden, dus dat is 4 jaar geleden, heeft Paul Hermans het idee opgeofferd om met mij samen Dances with the Stars te gaan promoten in Bokstel. En dat was een groot succes. Dus ondertussen zijn we nu 4 jaar verder en het blijft een succes. Dus eigenlijk is dat de opstart geweest door Paul. Want, dus, hoe zit het precies het evenement in elkaar? Ja, dus 8 bekende bokselaren. Als ik het zo goed zeg, die gaan dansen met iemand van mij, van Dances. Een professionele danser, of danseres. Ja, danser of danseres. En dan gaan we een paar weken aan een stuk oefenen om een dans neer te zetten. En die wordt geloot. Ook de partners worden geloot. En dan op 4 februari gaan ze hun dans laten zien aan het publiek. Ja, voor mensen die het misschien niet weten, we hebben een kleine impressie van vorig jaar. Kijk even mee. Wat een plezier, hè? Ja, dat is echt gaaf. Als je dat terugziet, dan de kriebelt. Dan blijft het echt kriebelen. Ja, ik weet het zelf. Ik heb natuurlijk een beetje een oordeel erover, want ik zit zelf in de jury. Maar kun je iets vertellen? Wie zit er nog meer in de jury? Nou, in ieder geval de prins van dit jaar, Prins Peer de Eerste, als ik het goed heb. Of de tweede. Ons Peerke zou ik ons kunnen zeggen. Ons Peerke, ja. En dan de winnares van vorig seizoen, dat was Rianne. Ja. Ja, mag de naam niet noemen. Maar die heeft dus gewonnen en die gaat jureren. En dan natuurlijk Marcus Verteilingen.
aan Geert. En waar worden de mensen eigenlijk op beoordeeld? Eigenlijk op het carnavalesk. Daar zit de prins voor. Marcus Vertijlingen die zit er voor de professionaliteit, dus de techniek zeg maar. En Geert eigenlijk ook voor het acteren en de techniek van de dans. De expressie. Ja, juist. Wat ik me afvraag, hè, want je krijgt het ieder jaar voor elkaar, of jullie krijgen het ieder jaar voor elkaar om een heel gemêleerd gezelschap van deelnemers te krijgen. Hoe maken jullie die keuzes? Ik moet een klik hebben met iemand, dat is al één ding, zeg maar, en dan ga ik ze gewoon vragen. Dus nou is bijvoorbeeld Christel Buijs, die kwam ik tegen en ik zeg van, hey Christel, ik zou jou wel eens willen meenemen in de wereld van Dances with the Stars. En ze zei meteen ja. Maar de eis kan toch niet zijn van, ik vind ze leuk, dan, wat zijn echt de eisen? Ze moeten eigenlijk niet kunnen dansen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En dat ze dan zeg maar in die weken dat we dan kunnen oefenen, dat ze dan kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. Dat is eigenlijk de bedoeling. En ja, dat zijn gewoon mensen die zeg maar iets met boksel, die iets voor boksel betekenen. Mm-hmm. Of carnavalsclub of het jeugdcarnaval, die zijn ieder jaar er eigenlijk wel bij. Ja. En dan mensen van de gemeente, juist, doen gemeente meedoen. En ja, en ook ondernemers uit Bokstel. Want dan kunnen we zien dat we met z'n allen één zijn. En niet ieder voor zich. Dat is het leukste. Prachtig. En zijn er ook mensen, waar ik me afvraag, het is hartstikke leuk. Het is toch een soort eer. Er komen heel veel mensen kijken die je allemaal kent uit het dorp. Zijn er ook mensen die hebben gezegd tegen jou, ik wil niet meedoen. Die je wel graag wilde. Ja, die zijn er ook. En welke reden gaven ze dan? Geen tijd. Dat zeggen ze. Ik denk dat ze, sommigen hebben ook geen tijd, maar sommigen vinden het eng om te doen. Want het is toch het publiek, er zitten 300 mensen binnen en dat is best wel veel. En sommigen vinden dat heel leuk en sommigen hebben zoiets van, oh maar ja, dat doe ik niet. Dat ga ik echt niet doen. Dus, en ja, sommigen hebben echt geen tijd. Dus, maar ja, die namen kan ik niet noemen, want misschien doen die volgend seizoen wel mee. Ze moeten gewoon een keer komen kijken. Juist. We hebben mensen die niet meedoen, maar wie gaan er dit jaar wel meedoen? Er zijn er 7 bekend. De 8e wordt pas over een tijdje bekendgemaakt. Want? Nou, daar kan ik eigenlijk niet meer te veel over uitweiden, omdat er echt nog in de kinderschoenen staat. Maar hou de site van Mooi Boksel in de gaten, sorry. Of Omroep Dommeland. Of Omroep Dommeland, zeer zeker. Ja. En Christel Buijs dan, dus burgemeestervrouw. Ja. Lambert van Achter van de Knokkers, mm-hmm. Dus dat is heel leuk. En dan ga ik wel even hulp vragen aan Tim. Inge van Stad. Inge van de Wiggelaar, ja. Juist. Joke van Hees. Yes. En Cor van Steen. Cor van Steen, ja. Die is dan van Geen Drank, Geen Klank. En Kim. Kim Brusselers van, Café de Kerk. Café de Kerk, ja, ik mag geen reclame maken, maar ik kan er niks aan doen. En even kijken, want we hebben nog niet iedereen gehad. Een dame nog. Joke, heb je al? Ja, Joke van Hees hebben we gehad. Janneke. Janneke van Janneke Denkers. Dankers. Dankers, ja. Van de Bloemenzaak en die was heel leuk. Ja? Die was heel leuk. Zijn er mensen waarvan je nu al zegt van nou daar heb ik zoveel verwachting van dat gaat helemaal top worden? Ik heb heel veel verwachting van Lambert van Achter. En dat komt omdat die zo fanatiek zijn met de club ook, dus die gaan ervoor om te winnen. Ja. Maar ja, die anderen. Die willen daar overheen, want ze willen allemaal winnen. Als ze eenmaal meedoen, dan zeggen ze, we doen het voor de lol. Ja, zeggen ze allemaal. Dat is niet waar. Ze gaan echt voor de winst. Dus Sylvia, die met Cor van de Steen danst dan, die heeft al aangegeven van, ik ben iedere keer nog tweede geweest, nou gaan we voor één. Ja. Dus. En Geen Drank, Geen Klang heeft Liedjesfestijn gewonnen, dus misschien. Die willen nu ook de eerste plaats. Ja, juist. Oh, een soort harde strijd. Ja, heel harde strijd. Tim, jij danst al 4 jaar mee, toch? Ja, nog 4 jaar. Wat vond jij ervan toen je 4 jaar geleden hiervoor gevraagd werd? Ja, het is voor dansen, dan doe ik altijd mee, zeg maar. Als er iets voor dansen doen is, stap je er gewoon in. En het is elke keer gewoon weer een avontuur.
van nul beginnen met een partner. Kijken waar de mogelijkheden zijn, wat zou kunnen, waar je naartoe wilt. En dan echt in elkaar zetten en dan op die avond zelf gewoon laten zien wat geworden is. Yeah. En proberen die partner zo goed mogelijk doorheen te loodsen. Ja, wat wordt er exact van jou verwacht tijdens deze avond? Ja, ik zie mezelf mijn eigen rol als ik wil de dame waarmee ik dans gewoon op het gemak hebben als ze de vloer op gaat. Yeah. En eventuele fouten die er kunnen gebeuren in zo'n act, moet ik op kunnen vallen. Op kunnen vangen, want Monique ging afgelopen jaar kleed onderuit, lag ze op de grond. Dat is een kwestie van oprapen, doorgaan en zo, dat je toch goed uitkomt. En jij dacht net, dit hoort erbij, ja. Ik ga eromheen dansen. Ja. Omhoog trekken en doorgaan. Zij is flink zenuwachtig. Ja, het meeste wel. Er staat 300 man binnen, dus dat is niet meer als normaal, vind ik. Wat doe je dan? Als je op zo'n moment, als je denkt van nou, die kan de benen, want echte zenuwen, dan kun je helemaal niks meer. Ja, dat klopt. Maar daar heb ik echt heel erg, straks van de zenuwen heb ik nog niet echt meegemaakt. Met voor gewoon proberen een gevoel te geven van, die gaan we goed doen, wij kunnen dit en komt er goed. En als we gewoon plezier hebben, de rest zien we wel waar het strand. Ja. Moet men nou zelf de muziek eigenlijk uitzoeken of hoe gaat dat? Wij doen dat meestal samen, want ze krijgen wel een dans aangeboden, zeg maar, geloot. En dan gaan we kijken wat het dichtst bij hun past. En wat ze er eigenlijk heel prettig bij voelen. Want dat is ook Dances with the Stars, niemand gaat uit zijn comfortzone. Dat is niet de bedoeling. Dus niet dat je in één keer de burgemeester vrouw in één keer in een hotpant ziet en dan de salto ziet maken, want dat gaat niet gebeuren. Nou, voor kijken, dat ga ik wel goed doen. Nou, ik denk dat je nog voor wat verrast, want maar ze blijven in haar eigen zone, zeg maar. Dus ze zoeken de muziek samen uit, met z'n drieën doen we dat. Ik heb ook al 8 apps, eentje is nog onbekend. Dus, en daar zitten ze allemaal in en daar wordt dan echt in besproken van wat gaan we doen en die muziek wil ik. En dan gaan we daar iets van maken. Wow. Dus dat is heel leuk, dat is echt gaaf. Wauw. Ja, en ik kan me ook voorstellen, in het begin is het nog allemaal een grapje of hoe is het? Of zijn ze toch wel... Ze beginnen meteen heel fanatiek. Ja? Ja? Dat is echt niet te geloven. Het eerste jaar was ze echt, iedereen wist nog niet wat er ging gebeuren, zelfs ik niet. En nou is het echt, ze komen binnen, nou deze muziek wordt het en er wordt dan meteen gedanst. Dus er wordt niet meer gezellig gekeuveld, het is meteen gas erop. Is het ook, want je merkt echt het eerste jaar, ik was erbij, het was dan nog redelijk rustig. Het tweede jaar was het al steeds meer, er kwam decor bij, mensen maken echt een act van. Klopt. Dat slaat denk ik over op mensen. Zijn er ook mensen die zichzelf aanbieden bij jou? Ja. En wat zeg je dan? Nee. Nee? Nee, want ik vind het leuker om iemand te vragen. Want dan, dus wat je zegt, het is een hele eer om mee te doen. Maar het is voor mij ook een hele eer om iemand te vragen. En als je jezelf opgeeft, ja, dan word je al opgeschoven. Want het is de bedoeling dat het, dat ik het, bepaal. Als ik het een beetje... Tim, gebeuren er ook wel eens ongelukken? Ja. Ik had vorig jaar, was begonnen met Maruska. En die had een kwartier met mij op de vloer gestaan. Heeft 2 maanden op kruk gelopen daarna. Nee. Ja, maar ik weet wel dat ze op kruk liep. Maar hoezo, wat gebeurde dan? Ze waren een stukje cha-cha aan het doen, vrij basic. En ze bleef eigenlijk meteen achtergrond hangen en dook voorover. Ze heeft volgens mij middenvoetsbeentje gebroken. Twee plaatsen. Ja. Dus dat was een kwartier, waren we bezig. Ja. Dat is 1 ongeluk, maar zijn er nog meer ongelukken dan? Ja, bij Femke Soe, die moest een dead spiral doen, zeg maar. Zo noemen wij dat dan. Maar bij haar ging die goed, maar ze eindigde in mijn schoen. Dus ik had een hele dikke voet. Dus er gebeuren wel degelijk ongelukken. Dus niet zonder risico's. Dus niet zonder risico's. En je zei het net al, hè, decor en kleding. Wie regelt die kleding bijvoorbeeld? Dat doen ze eigenlijk zelf. Dat bepalen ze eigenlijk op de muziek, zeg maar. Dan wordt dan meteen afgesproken van, nou, dit is wel leuk om aan te trekken, want dat past daarbij. Bijvoorbeeld bij de carnavalsclub van de achterblijvers, zeg maar, die hebben die kleuren dan van die club aan, bijvoorbeeld. En Geen Drank, Geen Klank heeft dan ook die kleur een beetje aan. Maar dat ligt ook aan de muziek die ze uitkiezen. Dus vorig jaar was bijvoorbeeld Sylvia met Pim.
Hij had een oranje giletje aan voor de knokkers. En zij had gewoon een schitterende witte bolroomjurk aan. Dus dat mag ook allemaal. Dus dat is, ja, dat wordt ook allemaal in die gesprekjes, zijn voor het heel korte, dus wordt dat ook bepaald. Heb je nog leuke anekdoten voor ons? Ja. Er gebeurt zoveel bij de trainingen. Ja. Tweede jaar week had ik 8 dames erbij. Toen had ik bedacht van neem nog 6 dames erbij. Gewoon puur om te vullen. Ja. Was wel leuk en op een gegeven moment ging ik trainen dan in de rok en zo. En eens was de rok vergeten, dus die had op een gegeven moment gewoon een onderbroek mee zijn dansen daar. En dat had ik ook zoiets van, ja, waarom? Daar werd ik niet echt heel vrolijk van, maar... En allemaal, er was één groot kip ook daar, joh. Dat is echt... Er gebeurt van alles daar dit jaar, dus daar... Ja. Heb jij nog leuke anekdotes? Ja, ik kan zoveel vertellen. Dan heb je eigenlijk nog niet genoeg aan deze uitzending, denk ik. Dus nee, het wordt een special, Dances with the Stars of zo. Ja. Nee. En wat kunnen we dit jaar verwachten? Ja, best wel. Ik denk dat de lat weer hoger ligt. Echt? Ja. Ja, dus voor mij ook, hè. Dus het wordt steeds hoger. Ze worden steeds enthousiaster. En ze waren al super enthousiast. Mm-hmm. De mensen zijn altijd leuk om mee te werken. Dus het is super gaaf. Ja, we moeten de zaal zelfs helemaal weer anders in gaan delen. Maar gaat de lat hoger qua dans of gaat de lat ook hoger qua alles, qua het evenement zelf? Ja, qua evenementen wordt inderdaad zo goed bezocht dat we zeg maar ook voor de mensen die willen zitten. Want vorig jaar hadden we het probleem dat er heel veel mensen moesten staan. Er waren toch heel veel oudere mensen die wouden komen. Die dus eigenlijk op tijd naar huis zijn moeten gaan omdat ze niet konden zitten. Mm-hmm. En nou willen we meer zitruimte creëren. Dus de zaal, de vloer zeg maar, de arena is in het midden van de zaal en daaromheen wordt alles gedaan. Dus er worden heel veel aanpassingen gedaan, alleen al voor Dances with the Stars. Hey, en de 5e editie is dan in onze eigen sporthal de Braak? Zou wel heel gaaf zijn. Kunnen we 1000 man er kwijt? Ja, dat wou ik zeggen. Dan pakken we wel meteen Michael van Gerwen erbij, hè? Want die lijkt me wel leuk. Dat moeten we gewoon doen. Ja. Hey, ik zie jullie sowieso 4 februari. Graag. En zet hem op. En dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer informatie? Neem even kijken op onze website omroepdommeland.nl. Frans Kapteins, onze eigen boswachter Frans, die maakt de wekelijkse vlog en heeft er nu ook weer eentje. Kijk mee. Deze keer voor Boksel natuurlijk op de vuilnisbelt, tenminste op Banesveld, waar de oude uitkijktoren staat, die straks vervangen gaat worden door de nieuwe Tour de France. En door crowdfunding heb ik genoeg geld bij elkaar gekregen om hier dadelijk een mooie nieuwe toren neer te zetten. Ik laat ook heel eventjes de omgeving zien waar nu de Aberdeen Angus of de groene woudrunderen lekker aan het grazen zijn. Ja, die scharrelen hier een kostje wel bij elkaar en ondertussen ga ik eens even onder de toren. Want die toren die is inderdaad zeg maar helemaal aan het verrotten, de oude toren dan althans. De trap ligt al op de grond, die is al omgevallen. Nou, die ligt dus hier zo. Maar onder de toren is het ook heel vervelend, want er groeien al paddenstoelen, dus het is levensgevaarlijk. En ik sta hier bij zo'n paddenstoel. Dus het wordt hoog tijd dat die toren vervangen gaat worden en daarvoor komt dan in plaats de Tour de France. Het zal medio 2070 gaan plaatsvinden en dan kunt u van hier een prachtig uitzicht hebben over het mooie Banesveld, onderdeel van Campina. Tot de volgende vlog voor Boksel natuurlijk. Ja, in juni van dit jaar startte Inge van der Biggelaar met de Star Company. En dat is een muzikaal project voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. En wij op de bank Inge van der Biggelaar en de kids. Yay! Yeah! Yeah! Hebben we er een beetje zin in? Ja! Yeah! Nou, het is gelijk reuring hier in de studio. Ongelooflijk. Inge, ook welkom met je kids. Ja. De Star Company. Vertel, wat is het? Star Company bestaat uit 2 projecten per jaar, zeg maar. Mm-hmm. Die projecten bestaan uit een half jaar lang zangles, dansles, acteerles en mental coaching. En dan werken we toe naar een singleopname, cd-opname en naar een videoclip. En daarna naar een concert.
Dus, en nu zijn dit de kinderen van de Star Company. Dus, wauw. Ja. Prachtig. Hoe ben je op dit idee gekomen? Want je bent muzikaal onderlegd of onderbouwd, maar hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, 2 jaar geleden hebben we een project gedaan samen met Gemmy Schellekens en met Marieke van de Heuvel. En Marieke die kwam naar ons toe, zeg maar, en ons is Roel Jongenelen en naar mij toe, of dat wij mee wilden werken aan een project voor Kika. En dat hebben wij toen uitgebreid hier ook een keer verteld. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben daar ook een cd mee opgenomen met de kinderen en een videoclip. Maar dat was eigenlijk alleen een lied, zeg maar, waar een dans op was. En die kinderen werden gefilmd. Dus helemaal niet een project zoals we nu doen. Want nu is het echt dat die kinderen ook echt iets leren. En ook echt zangles krijgen. En heel dat acteergebeuren volgen. Maar ook het artiest zijn. Dus het wordt nu uitgebracht vandaag. Dus we hebben jullie hebben de primeur. Want jullie laten daar een stukje zien van de videoclip. Ja. En die is dus net uit. Dus echt een paar uur. En de single ook. Die is ook net uit. En dus het verschil is dus dat zij dus werken na die cd-opname. Ja. En na die videoclip-opname. Mm-hmm. En dus heel het project wat nu gaat van start gaat, hè, gaan ze dus helemaal meemaken als artiest zijn. Daarom zitten ze ook hier natuurlijk. Want ja, zij horen natuurlijk bij de Star Company. Yes, en TV zijn allemaal optredens, hè? Ja. Hey, hallo. Yes. Dus zij maken dat allemaal mee en worden ook overal bij betrokken. En gaan ook heel het proces mee in wat er nou gaat gebeuren. Want nu begint het eigenlijk pas. Want ze hebben nu natuurlijk heel leuk in die studio ingezongen. Want dat was ook heel erg leuk, hè, jongens? Ja. En die videoclip was ook heel leuk, hè? Ja. En ze zijn heel enthousiast, hè? Ja! Ze luisteren wel goed naar je. Wel hoor, ze luisteren heel goed. Ja, het zijn echt schatten van kinderen. Het is een hele hechte groep. En ze kunnen heel goed met elkaar overweg. Het is echt uniek. Het zijn echt leuke kinderen. Schatten zijn het eigenlijk. Nou, dus ze gaan heel het project dadelijk nog mee ervaren. Want als een cd wordt uitgebracht, een single, dan gebeurt er natuurlijk veel. Want het wordt geplukt door een plugger en nou ja, dat mag je allemaal nog vragen als je wil, want ik ben misschien weer te veel aan het praten natuurlijk, hè? Ja! Maar hoeveel kids doen er nu mee? Want is dit nu de hele groep? Of? Nee, dit is niet de hele groep, want er zijn natuurlijk ook de hele kleine kindjes, want er doen kinderen mee vanaf 6 tot 15 op dit moment. Ja. En we hebben het is mogelijk van 4 tot en met 17? Ja, van 4 tot 17 is mogelijk. En de kinderen, als we dadelijk met een nieuw project starten in februari, dan kunnen zich natuurlijk ook weer nieuwe kinderen aanmelden. Ja. Dus we willen een hele grote groep uiteindelijk. Een heel groot koor ook voor straks het concert natuurlijk te geven. En ja, het is gewoon iedere keer weer leuk. En iedere keer doen ze weer wat andere dingen. Dus ja. We hebben een professionele microfoon. Dus jullie krijgen in één keer een microfoon. voor je. De mensen thuis zien het misschien niet. Maar misschien kan er een camera daar naar die meneer die daar staat. Ik weet niet of daar een camera naartoe kan. Kijk, er staat een meneer met een hengel. Ja. Laten we bij jou beginnen. Hoe vind je het bij de Star Company? Ik vind het heel leuk. En ja, je leert er ook heel veel van. En dat is heel fijn. En wat leer je dan vooral? Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Wat vind je leuk? Wat vind je het allerleukste? Dansen. Ja. Dansen, ja. Dansen is ook wel heel leuk. En vind jij het leuk bij de Star Company? Ja. Pas op voor je hoofd, hè? Ja, ik vind het erg leuk ook dat je leert hoe je jezelf moet presenteren en zo. En nou, ik vind dansen dan weer iets minder, maar het is gewoon, ja, ook de zanglessen en zo zijn wel erg, ja, je leert er veel van en het is erg leuk. Maar je zegt jezelf presenteren, maar hoe leer je dat dan? Ja, ook hoe het allemaal in elkaar zit van, stel dat er ook meer zit achter één single, dat het niet alleen maar je zingt het in en dan is het ineens groot, maar het is ook echt je, zoals Inge al zei, pluggers en je moet ook nog zorgen dat het ergens komt en dat leer je er ook wel van. Wauw.
Ja, ze maken eigenlijk alles mee, zeg maar. Hè? Ja. Dus ze krijgen ook alle informatie wat er gebeurt. Dus het is niet zo van, oh, wij gaan dat allemaal doen. We bespreken alles. Dus ook voordat we de videoclip op gingen nemen en voordat we de single op gingen nemen, wordt er uitgebreid besproken. Ik noem maar wat, als je bijvoorbeeld de cameraposities hebt, hè, dat je dus, welke posities hebben we allemaal, hè? Medium en... Totaal inderdaad. En een close. Dus dat snap je. Dus ze leren heel veel. We geven veel informatie natuurlijk. En we doen hele leuke dingen. We zoeken ook nieuwe presentatoren en presentatrices. Ja, wie weet komt hier wat uit natuurlijk. Hè. Er zitten natuurlijk allemaal sterren tussen. De Star Company Management. Maar je werkt ook met professionals. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Je bent zelf ook een professional, maar... Ja, natuurlijk werken we met professionals, want anders dan zou dit ook niet werken, want dan kun je ook niet iets zomaar uit gaan brengen. En, ja. Dus we werken met professionals in de zin van dat er natuurlijk een lied wordt geschreven. Dat wordt speciaal geschreven dus voor de Star Company iedere keer. Dat heet nu dus Let the Children Play. En dat wordt dus door een componist... schrijver, arrangeur, producer, hele bekende, goede producer. Gemaakt. En dan wordt natuurlijk gefilmd door mensen die dus... we hebben dus een clubje, ja, ik mag natuurlijk geen naam noemen, maar die bijvoorbeeld ook voor RTL Koffietijd en WNL, maar ook voor Omroep Brabant dingen doen. En dan zijn er natuurlijk de pluggers die nationaal heel veel in Nederland pluggen. En dat zijn ook niet zomaar pluggers, dat zijn natuurlijk allemaal professionele mensen. Ja. Maar wat ik zo straks al zei, het wordt ook dus internationaal, dus wereldwijd wordt het uitgebracht. En daar wordt het ook geplukt. En dat doet ook weer een heel groot bedrijf, zeg maar. Want het komt ook in Japan en in Amerika. En overal is het te krijgen, sowieso, want dat gaat digitaal natuurlijk. Maar vaak wordt het dan vergeten dat het ook nog geplukt moet worden. Ja. Je kunt het wel digitaal ergens neerleggen, maar het moet natuurlijk ook nog naar de radiostations toe. Ja. En dat doet die internationale plugger. Ja. En daar hebben we wel vaker mee gewerkt. En dan merk je ook echt, dan krijg je de lijst en dan zie je ineens van, oh, Amerika stations in Brazilië, in Japan, nee, hè? Wat is dit, weet je wel. En dat gaan we natuurlijk allemaal communiceren met elkaar. Wow. En zij gaan het ook allemaal zien. Dus eigenlijk zien ze precies wat er gebeurt. En dat is het leuke ervan, want ze kunnen natuurlijk overal wat pakken wat zij leuk vinden, wat ze later willen worden. Dat kan. Dus ja. En ze zijn heel enthousiast en dat ben ik ook. Dus breng het op. Ja, want we, Inge vertelde het net al, hè, we hebben een primeur. We mogen een stuk van de clip laten zien en van het nummer laten horen. Dus ik zou zeggen, mensen thuis, geniet allemaal mee van de kids van de Star Company. Let the children play. Give them hope someday to live their life in unity. Let the children play. Let them all believe they may grow up in peace, so they can live in harmony. Let them all believe. Lekker nummer. Blijft helemaal hangen. Leuk, hè? Wauw. Hey, wat gaat er nu gebeuren? De single is uitgebracht. Wat nu?
Nu, op dit moment is het naar alle radiostations in Nederland en België. Dat is dus de Nederlandse plugging. Dan wachten we eventjes af, want er komen dan morgen of overmorgen komen dan een heleboel reacties van radiostations. Die willen interviews of we moeten daar naartoe. We hebben al een radio-interview, zeg maar. En dan moeten we ook met z'n allen weer naartoe. Ja. Dus dat gaan we ook doen. Ja. Dan gaat hij dus ook naar tv-stations natuurlijk, de videoclip. Dat is allemaal voor Nederland dit, hè, in België. Ja. En dan gaan we kijken in hoeverre dat wij daar terecht gaan komen. Dus daar worden de kinderen bij betrokken. Er moeten ook stemrondes en weet ik dan meer. Alles gaan ze meemaken. En volgende week gaat hij dus internationaal geplucht worden. En dan ook weer afwachten wat daar uitkomt. Dus het is iedere keer aanbieden en wachten en kijken wat daar uit gaat komen. En we hebben dan constant natuurlijk met de pluggers contact of met de platenmaatschappij, net waar informatie binnenkomt. Mm-hmm. En dat gaan wij gewoon opvolgen. Ondertussen zijn we natuurlijk heel druk bezig, want we zijn nog niet klaar. Want we gaan nu natuurlijk repeteren verder voor het concert. Want het is niet alleen dit nummer wat we doen. We hebben ook nog in te studeren een live lied van de Star Company. Ja. Dat komt iedere half jaar terug. Ja. En dat altijd de kinderen die dus op dat moment bij de Star Company zijn, gaan dat ook inzingen. Dus zij gaan het ook nog inzingen. Ja. En dan hebben we ook nog andere liedjes die we doen. Dus we hebben een hele show van echt avondvullend. Met een pauze erin en die kinderen gaan dus lekker op het podium knallen. Vet! Ja. Ik wil jou ook een vraag stellen. Gaat dat lukken met die microfoon? Nee, zij. Hoe was het om in een echte videoclip te spelen? Leuk. Ja? Wat maakt het dan zo leuk voor jou? Alles eigenlijk. Maar wat vond je het allerleukste? Dat weet ik niet. En jij, die ernaast zat, de jongen? Ik vond het... De videoclip opnemen vond ik wel erg vet om te doen. En ik vind het de zang heel leuk. Ja, wat vind je het allerleukste van de zang dan? Eigenlijk gewoon het hele zangding is. Hey, jullie worden nu toch een beetje bekend al, hè? Hoe moet je al handtekening uitdelen? Kinderen kennen me al soms, maar het is nog niet specifiek met dit nummer dat ze me kennen. Het is nog maar net uit, hè? Ja. En hoe vind jij het? Het is gewoon heel leuk om te doen en het wordt heel veel meegedaan. De kinderen uit mijn klas die weten het ook nog niet zo veel van, dus het is gewoon nog normaal. Ja, hij kan er over straat. Hey, en vind jij het ook leuk? Ja. Je krijgt in één keer een microfoon, hè, voor je neus. Ja. Wat vind jij nou het allerleukste van de lessen? Het zingen. Ja, waarom? Wat vind je het allerleukste om te zingen, bijvoorbeeld? Alles. Ja? Heb je een liedje wat je heel erg leuk vindt? Buiten natuurlijk jullie eigen single. Het is toch spannend, hè? Zo'n eerste televisieoptreden. Moet ik ook iets zeggen? Ja. Neem nog maar een keer in beeld, hoor. Neem maar goed in beeld. En voor jou, wat maakt voor jou het allerleukste? Eén van jullie mogen het ook samen, maar... Nou, 3, 2, 1, nee. Nou, Wat vind je dan? Wat vind je het leukste? Ik vind samen zijn wel gezellig. Samen zijn, met de groep? Ja. Met de groep. Ja? Ja. Ja. En sowieso, je doet het voor een heel groot... Oeh, hoi. Je doet het voor een heel goed doel, zeg maar. Je geeft gewoon dus kinderen die nog geen dak hebben boven zich, die geef je gewoon wel een dak met alles wat wij... Dus wij hebben zeg maar plezier en daar doen we een ander ook nog plezier mee. Dus ja, want kun je iets vertellen over dat goede doel? Het doel gaat naar het Vergeten Kind en daar houdt in... dat is een stichting van het Vergeten Kind. En daar zijn zeg maar kinderen die een beetje of mishandeld zijn of... die hebben van alles meegemaakt, dus die hebben ook een beetje een trauma. En ze zullen af en toe, sommigen zullen ze nog niet eens een dak hebben. En
Ja, dus dan kun je eigenlijk voorstellen dat wij het heel goed hebben thuis. Ja. Ja, Inge, kun jij er iets over vertellen? Want ja, Lynn heeft het echt gewoon echt goed hoor, Lynn, hoe je het verwoord hebt. Complimenten meid hoor, want we hebben het natuurlijk over, hè. Want het is natuurlijk nogal wat. En kijk, toen de kinderen bij de staalcompagnie kwamen, heb ik ze natuurlijk ook verteld dat er ook een goed doel aan vast zat. En uitgelegd dat wij het natuurlijk allemaal goed hebben en dat wij samen ook iets voor een ander kunnen betekenen. En daar zijn ze heel serieus in. En dat vind ik zo mooi, want dan krijg je ook een warm gevoel van binnen natuurlijk. Dat ze zo begaan zijn met het goede doel. En er zijn dus bijna 38.000 kinderen inderdaad in Nederland die in opvangcentra zitten. Hier in Den Bosch heb je het SMO Stichting Maatschappelijke Opvang. Daar zitten er ook een heleboel kinderen die daar dus eigenlijk verblijven. Die niet naar huis kunnen, die gewoon geen thuis hebben. En ja, inderdaad, die worden of misbruikt, mishandeld, of de moeder of de vader of wie dan ook, die kunnen gewoon niet naar huis. En hebben inderdaad heel veel trauma opgelopen. Er is te weinig hulp voor trauma, zeg maar, om traumaverwerking te begeleiden. En daar is geld voor nodig. Maar ook bijvoorbeeld hebben ze niet fatsoenlijke speeltoestellen daar. Die kinderen zitten daar. En wat wij gaan doen is geld ophalen, dus met cd-verkoop. En, maar ook fysiek iets doen. Dus we gaan daar naartoe. En we gaan bijvoorbeeld een workshop geven. Of we gaan met die kinderen iets ondernemen. En de kinderen worden uitgenodigd, zeg maar, om bij het concert aanwezig te zijn. En Stichting Het Vergeten Kind, ja, die is heel erg blij met ons. Want ik heb ze vandaag nog gesproken. En zij gaan dit ook, zeg maar, communiceren naar hun vaste kern, zeg maar, van mensen die de stichting een warm hart toedragen. Dus ik heb... Ja, wat dat betreft ben ik heel erg blij dat wij deze stichting hebben mogen gebruiken, zal ik maar zeggen. Dat wij daar iets mee mogen doen. Omdat er net iets, ik vind het nog te weinig aandacht voor is, voor stichting. En naast dat er natuurlijk een goed doel aan hangt, wil je de kinderen ook iets meegeven voor de toekomst. Hè? Ja. De kinderen die gewoon bij de Star Company zitten. Ja. Hoe talentvol zijn ze? Ja, dat wil je niet weten. Dat is echt waar. Ze komen binnen en op een gegeven moment zijn ze allemaal heel braafjes, hè. Maar dan op een gegeven moment... Uitzonderingen dagen later, want we waren een... Deze niet? Nou, Mitchell die zat bij mij op zangles, dus ik kende Mitchell natuurlijk al een beetje. Maar Mitchell is altijd vrij rustig op zangles, hoor, één op één. Dus totaal geen probleem. Op zangles wel, ja. Nou, maar op een gegeven moment kennen ze elkaar natuurlijk. Gaan ze elkaar steeds beter kennen en hebben ze steeds meer plezier. Daar gaat het om. Het gaat erom dat de kinderen ook veel plezier hebben. En niets moet, alles mag. En ik vind het belangrijk, de vreugde, dat die kinderen gewoon plezier hebben. En dat gewoon in deze tijd, hè, waarin nogal wat gaande is, dat wij gewoon echt als ouders en als coaches of als familieleden of als wie dan ook, dat wij gewoon iets voor die kinderen kunnen betekenen. Dat wij de positiviteit kunnen laten zien die nodig is in dit tijdperk van deze wereld. De positiviteit en niet de negativiteit. Dus wij willen zoveel mogelijk positiviteit uit die kinderen halen en laten voelen dat dat goed is. Ja. En het negatieve mag allemaal aan de kant geschoven worden. 100%. Ja. Heel mooi. Maar je wil ook sterren, toch? Dat klopt. En sterren maken. En ze zijn de Star Company. Ja. Ze zijn al een ster. Want ze zijn allemaal, individueel zijn ze allemaal ster. Ster en ze zijn, stralen allemaal. Want je ziet het, hè? Je ziet het. Ja. Precies, ze stralen. Glimlachen allemaal. Ja. Geef ze jullie heel veel snoepjes of zo. Vraagje aan jou. Wie is jouw grote voorbeeld? Van mij, Paul McCartney. Zo. Die had ik niet zien aankomen. Waarom Paul McCartney? Want dat is niet iets voor jouw leeftijd. Dat is, vanaf, de oudere kijkers onder ons, die kennen ook wel. Paul McCartney. Gewoon alles wat hij doet. En ook hoe geweldig hij alles doet wat hij doet. En gewoon zijn stijl van het schrijven van liedjes. En ook gewoon ook in de Beatles. Ja. Wauw. Kun je een stukje zingen van Paul McCartney eigenlijk? Ja hoor. Ja? Doe eens. Your day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on. When he no longer needs you. He wakes up, he makes up. He takes his time, he doesn't feel he has to worry. He no longer needs you. Wauw. Prachtig. Prachtig. Zo de ju. Dus kom naar het concert. Oh, dat mag ik niet zeggen. Ik heb een heel leuk mopje over Paul McCartney.
Ja, die gaat niet met kaarten. Paul McCartney. Nee. Nee. Die heb ik al gehoord. En jij? Wie is jouw grote voorbeeld? Ja. Ja, hallo. Nou, ik weet eigenlijk niet. Van wie ben je fan? Beter. Van wie? Van de wereld. Heb jij, er staat iemand achter jou. Heb jij een groot voorbeeld? Wie is jouw voorbeeld? Welke artiest? Ik heb... Nee. Wie? Wie dan? Alberto. Wie? Alberto? Mag ik je toyboy zijn? Hallo. Dan wil ik je toy zo zijn. Ja, het is wel bijna carnaval. Oh. Ja, dat is wel heel iets anders dan Paul McCartney. Jongen. En jij, wie is jouw grote voorbeeld? Ik vind gewoon hele populaire liedjes vind ik altijd gewoon leuk. Dus gewoon ik heb populaire liedjes. Ja, maar ik heb echt niet echt bepaald. Luister je veel naar Justin Bieber? Nee. Of, nee. Nee. Wie dan wel? Ik heb echt geen flauw idee. Geen flauw idee? Nee. Hoe heet dat donkere meisje ook? Hoe heet dat mooie meisje met het zwarte haar? Dat is ook zo'n zangeres. Indonesia. Ook zo'n popzangeres. Hoe heet ze nou? Hoe heet dat meisje nou? Heel bekend meisje. Nee, niet Katy Perry. Rihanna? Beyoncé? Nee. Ze doet ook een televisieserie spelen. Ariana Grande. Ja, ik had verwacht dat jullie daar fan van waren. Wat zeg je? Nee. Nee? Nee. Oké. Oké. En wie van jullie zou ooit aan The Voice Kids ook mee willen doen? Ja? Waarom? Nou, ik ben pas net begonnen met zingen en allemaal. Ja. Maar als ik nou nog wat beter word, dan lijkt het me wel heel erg leuk om te ervaren. Ja? Doen jullie daar ook iets mee? Ja, eigenlijk? Natuurlijk. Laat ik het anders zeggen. Doen jullie iets met audities, hè? Want het hoort bij het vak. Hè? Je moet uiteindelijk audities gaan doen om ergens te gaan komen. Ja. Behandelen jullie zulke aspecten ook? Ja, want weet je wat het is, hè? Het is nu een tijdperk waar kinderen overal audities kunnen doen. Maar niet alle kinderen kunnen overal auditie doen, hè? Want er zijn ook weer restricties aan vast, zeg maar, die zitten daaraan vast. Dus we bereiden de kinderen wel voor, zeg maar, en de jongvolwassenen natuurlijk, om ook voor teleurstellingen, dat ze ook met teleurstellingen te maken kunnen hebben. Dat is natuurlijk niet leuk, want iedereen wil gewoon lekker door als ze ergens gaan auditeren. Dus dat is wel een belangrijk aspect, dat ze daar ook op voorbereid worden. Maar ook niet afgeschrikt worden, snap je? Dus ze mogen ook best wel zo'n ervaring hebben. En er zijn erbij, die hebben al heel vaak auditie gedaan. En bijvoorbeeld Senna, die heeft al een keer met de Voice Kids meegedaan. En is daar ook best wel een stukje verder in doorgegaan. Mm-hmm. Nou, ook echt een super talent. Dus die kinderen, die willen heel graag. En hier leren ze eigenlijk gewoon ook gewoon het lekkere vrij zijn, het vrij zingen. En de zenuwen de baas te kunnen, al dat soort dingen. Weet je wel, ook omdat het groepsgewijs is. Maar ook omdat ze natuurlijk een goede mental coaching krijgen. Wow. En daar hebben ze straks iets aan. Dus ja, dus dan kunnen zij daar mooi mee verder. En ik gun het ze van harte natuurlijk allemaal. En ik hoop dat ze bij ons aan de wieg staan van een grote carrière. Van een grote carrière. Ja. Zijn er ook mensen die willen presenteren? Wie de presentator of presentatrice willen worden? Nou, weer beroemd hoor. Ja? Ho, wacht even. Is dat jouw grote doelstelling? Geld krijgen. Waarom zit jij hier al aan? Waar, is dat je doel, dat je beroemd wil worden? Niet per se. Maar wat lijkt je zo leuk? Inge heeft mij laatst geleerd dat het bescheiden moet blijven, dus... Eens. Ja, maar ik wou het nooit, Lin. Maar je mag gewoon je droom... Mag je naleven, snap je? Dus als jij... Nou, ik zou bijvoorbeeld net zo beroemd willen worden als Ariana Grande, maar of dat ook gaat lukken? Ja, nee, perfect. Niet negatief zijn. Nee, en dat zal Inge met me eens zijn. Ik heb altijd gezegd, je moet, als jij 100% achter die doelstelling staat en je gaat er helemaal voor, dan ga je hem ook bereiken. Echt waar. Absoluut. 100%. En dat is weer het positieve, hè? Ja. Zeker weten. Absoluut. Als jij de Star Company in één zin moet omschrijven, wat zou je dan zeggen? Dan zeg ik... warm gevoel van binnen, heerlijke kinderen, echt gewoon geweldig team.
cadeautje. Ja, maakt me niet uit. Heel veel plezier hebben. Heel veel plezier, echt. Een warm nest, ja, je ziet het. Het is gewoon geweldig. Dit is gewoon, ja. Wat moet ik ervan zeggen? Wat zeiden jullie? Het is hier inderdaad warm. Ja, de mensen thuis, je kunt dat waarschijnlijk niet voelen, maar die studio hier is bloedheet. Of wel best mee. Ja. Wel best mee, hè? Zit er een maximum aan? Of kan iedereen zich inschrijven? Ja, iedereen kan zich inschrijven. Juist ook omdat we willen dat de drempel vrij laag is, snap je? Dat, we willen dat iedereen dit gevoel krijgt. Dat ieder kind, zeg maar, waardevol is en dat ieder kind kan groeien en dat ze ook gewoon creatief kunnen zijn. Dat willen we. He, dat ze gewoon uit hun schulp komen en opbloeien. Dat is het mooiste wat er is. Dat je dat ziet gebeuren bij een kind. En dat is mijn cadeautje, weet je. Dat is echt geweldig. Wow. En dat zie ik bij deze kinderen. Die zijn echt helemaal top. Wil jij thuis ook meer informatie? Neem natuurlijk even kijken op onze website www.omroepdommeland.nl. Wij gaan naar ons volgende item. Dames en heren, jongens en meisjes. Maar aangezien... Wacht. Ho! Boop. Aangezien jullie natuurlijk ook jezelf willen presenteren en een soort van presentatie kunnen doen en potentie hebben, wil ik eigenlijk voorstellen dat jullie ons leiden naar dat volgende item toe. We gaan kijken naar een filmpje over Sinterklaas van afgelopen zondag. En dan wil ik eigenlijk dat jullie, wat leuke zin zouden ze kunnen zeggen gezamenlijk? Kijk. Mensen, nu komt een leuk item voor Sinterklaas, want dat komt er bijna aan. Dus we gaan nu kijken naar een leuk filmpje van de intocht van Sinterklaas. Ja. En zet inderdaad allemaal vanavond je schoen, want er komt iets leuks in. Oké, we pakken die camera en ik tel af tot 3. En dan praten jullie, iedereen thuis, naar het volgende filmpje over Sinterklaas. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Wacht, die doen we nog een keer. Kat! Ja jongens, dat kan niet, hè? Wacht even opnameleider erbij. Opnameleider erbij. We zijn toch live mensen thuis, dus het maakt niet uit. We kunnen uitlopen. Opnameleider erbij. En dan doen we het echt zo, hè? De tekst is... Het volgende filmpje waar jullie naar gaan kijken gaat over de intocht van Sinterklaas, onze goedheiligman. En zet vanavond allemaal je schoen. Dag! Zeg je dan, ja? 1, 2... Op die kamer. Burgemeester, de koffer, hoe komt dat nou? Ja, ik zou het niet weten. Ik zag dat hij van de boot afviel. En de Pieten proberen hem te pakken, maar ze krijgen hem niet te pakken. Dus ja, en er staat Sint op. Ik weet het niet hoor. Dat wordt een probleem, denk ik. In de verte is Sinterklaas te zien. Hij is een beetje later dan gepland, maar dat gaat zeker goed komen. Net als vorig jaar wordt hij weer door vele honderden, misschien wel een duizendtal kinderen toegezwaaid. Twee boten aan elkaar en Sinterklaas staat. Het is een kunstwerk en het is zeer kunstig dat hij op deze manier hier door de Dommel aan kan komen. Met alle koffers. Komt hij aan. Sinterklaas, hoe was de reis? Buitengewoon. We droog weer gehad. Wat Piet in het water, maar voor de rest alles goed. Alles goed. En weer op stapel op Sint, weer op stapel, hè? We hebben er vannacht al geslapen, heerlijk. Sinterklaas, heel veel succes, hè? Dankjewel hoor, dankjewel, we spreken elkaar nog. Nou, het is dan zover. Het is weer gelukt. Het is allemaal goed gegaan, burgemeester. Ja, gelukkig wel. Sinterklaas is heel uit de boot gekomen. En volgens mij heeft hij een goede reis gehad. Dat zie ik wel hoor. Hij is helemaal uitgerust. Ik denk dat alles heel goed met hem is. Ja. Hij heeft hier al geslapen zelfs, hè? Wist u dat? Nee, dat wist ik eigenlijk nog niet. Ja, is dat zo? Zei hij dat? Dat zei hij net, ja. Oh, wat leuk zeg, wat leuk. Ja, nee, en nu blijft hij bij ons tot 5 december. Hè? Ja. Maar goed, Hij zal ook nog wel eens een uitstapje maken, denk ik. Dat zal hij zeker wel doen, maar ik ben toch blij dat hij hier bij ons aangekomen is. Want ja, je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Ja, gelukkig, Mark, onze eigen burgervader is hier aangekomen.
We gaan praten over Stapel op Sint. Bij mij op de bank Wim Ketelaars, voorzitter van het comité Stapel op Sint. En José van der Linden, bestuursgroep van Stapel op Sint. Welkom. Ja, vorig jaar was het ook al een succes. Dit jaar dan maar weer, Wim. Ja, het was vorig jaar natuurlijk een geweldig succes. Misschien toch nog even nog als inleidend. Vorig jaar mochten we het 100-jarig verblijf van de paters Assumptionisten vieren op locatie Stapelen. Ja. En ze hebben daarvoor een jaar lang een feestprogramma gehad. We kennen allemaal nog de spiegeltent. We kennen daar de kunst die we gehad hebben. En toen hebben we gevraagd, zouden we ook Sinterklaas mogen laten logeren op Stapelen? Er moesten natuurlijk twee dingen gebeuren. Eén, we moesten de goedkeuring krijgen van het bestuur. Maar we moesten een brief sturen naar Madrid, omdat die daadwerkelijk wel op locatie Stapelen wilde logeren. Nou, zowel de paters gingen akkoord als Sinterklaas ging akkoord. En ja hoor, vorig jaar in november is hij aangekomen en heeft hij 3 weken verbleven op de locatie Stapelen. Ja. Dat was natuurlijk geweldig. Ja. Dat was geweldig. Het was voor ons allemaal in Boksel een eerste totaal nieuwe ervaring. We hebben de jaarlijkse intocht, die allemaal kennen. Dit jaar was natuurlijk helemaal anders. En achteraf keken we terug en bleken er dus 5000 mensen over de brug naar Stapel zijn geweest. Wow. Ja, dat was natuurlijk. Alles was overtroffen. Hier hadden we volstrekt niet op gerekend, ook in die hoeveelheid mensen niet. Het enthousiasme niet, het was een en al mooier dan mooi. Dan vraag je dit jaar. Ja. Ja, had je gelijk zoiets van, hè? Dit is voor herhaling vatbaar. Zeker, zeker. Nou ja, dus je hebt weer die brief gestuurd? Ja, nee, het was even hier dan toch maar even vertrouwelijk. Komt ook via een mailtje? Nee. Nee, op het moment dat de Sint gaat vertrekken, toen hebben we nog heel even samen met hem en de hoofdpiet nog een klein gesprek gehad op zijn werkkamer. Ja. En toen hebben we gevraagd, Sint, wat vond u ervan op Stapelen? Nou, hij was super blij dat hij er mocht zijn. Prachtig entourage, het park. Alles was voortreffelijk gegaan. En toen hebben we nog gevraagd, zou u wat verbeteringen willen? Ja, dat hoort natuurlijk bij de Sint, dus die geeft natuurlijk een paar verbeteringen aan, dat snap je. En toen hebben we gevraagd, maar denkt u dat u terug gaat komen? Nou, ik zou wel terug willen komen, mag het ook weer van de paters. Hij wil wel een beter bed. Hij wilde niet alleen een beter bed, maar José gaat er zo meteen vertellen wat hij onder andere wel wilde. Maar ik wil wel weten, wat kunnen we verwachten? Wat zijn de activiteiten? Ja. Hoe gaat het eruit zien? Wat gaan we wat anders doen als vorig jaar? Ja. 1. We hebben vorig jaar, lieten we per dag 3 groepen per school komen. We hebben gekeken, en dat vond de Sint ook heel fijn, als we dat op kunnen schroeven naar 4 groepen per dag. Dat betekent dat we meer kinderen kunnen laten komen uit Boksel, Liemde en Lennensheuvel. En dat betekent dat de komende 3 weken er 48 groepen, elke keer een uur bij Sinterklaas komen. Wow. Dat zijn al, schrik niet, 1300 kinderen die nu al ingeboekt zijn, die nu de komende weken lopen. En de eerste 8 groepen hebben we al gehad. Ja. Dus in plaats van 3 zijn we naar 4. Het tweede is, we hebben vorig jaar ook gezien dat we voor speciale doelgroepen een extra momentje maken. Mm-hmm. Denk aan de groepen van Kentalis, denk aan de groepen van de Werf. Mm-hmm. Daar hebben we gewoon aparte momenten voor ingekracht. Dat maakt het natuurlijk al extra. Het volgende is, afgelopen jaar hadden we 4 weekenddagen. Dit jaar, omdat het toevallig zo valt, hebben we 5 weekenddagen. Dus we kunnen 5 weekenden, elke zaterdag en zondag, mensen gaan ontvangen. Kinderen, ouders, grootouders, die daar de Sint gaan verwelkomen. Wow. Dus dat betekent meer mensen die we kunnen gaan verblijden. En, nog eentje, op 3 december hebben we zelfs een avondvoorstelling. We hebben vorig jaar gezien dat zo rond een uur of 5 dan begint het schemer te worden. En toen zei iemand, wat zou het toch mooi zijn als je toch als ouder met je kind over die brug kunt komen in die schemering naar het kasteel. Dus op 3 december hebben we het Sint over gehad. Die vond het uitstekend. Hij is dan toch bijna aan zijn laatste dagen bezig. Ja. En zegt, nou, ik vind het wel fijn om dan nog een avond voor te zenden. Dus ja, we krijgen meer schoolgroepen. Ja, we hebben 5 in plaats van 4. En we hebben een avondvoorstelling. En dat lukt allemaal met het vullen van de schoentjes ook die avond? Die avond, nou, dat kan. Omdat we natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid Piet hebben.
Okay. Ja, en die werken wat afgekeerd hoor. Daar schrik je van. Ik zie ze nou elke dag poetsen en dat vullen, maar dat is wel werk hoor. José, wanneer zijn jullie begonnen met het inrichten eigenlijk van het hele kasteel? Het inrichten begon eigenlijk zo'n beetje in het voorjaar, toen de eerste plannen weer waren gevormd. Toen hebben we dus afgesproken hoe we het dit jaar zouden aanpakken, wat we graag veranderd willen hebben dit jaar. Maar echt het daadwerkelijke inrichten, hè, dat waren dus vanaf het begin die plannen, maar echt het inrichten zelfs eigenlijk pas de afgelopen week geweest. Hè, vanaf het weekend van 4, 5 november, nee 5, 6 was dat, 5, 6 november. Toen waren ook alle spullen weer verhuisd, want het was natuurlijk ook nodig om weer heel de boel aan te kunnen kleden. Ja. En vanaf dat weekend zijn we begonnen tot nu de intocht. Ja, je zegt al het aankleden van het kasteel. Wie zorgt eigenlijk voor al die prachtige versiering? Nou, binnen de stuurgroep zeg maar, heb ik dan een taak op me zeg maar, om te zorgen dat het kasteel wordt aangekleed. Maar dat doe ik niet alleen. Daar heb ik weer een heel commissie voor mensen die allemaal meehelpen daarin. Ja, en het is geweldig, ook dit jaar weer, om te ervaren hoe dat loopt. Ja, van het enthousiasme van mensen, heerlijk om er weer te zijn, om allemaal te bedenken. Het is gewoon een magisch feestje. Het is volgens mij voor een groot deel, hè, de mensen die er omheen staan, is het allemaal geënt op vrijwilligers. Mm-hmm. Hoeveel vrijwilligers werken daar eigenlijk aan mee, aan het evenement? Op dit moment staat de teller op 150. Ja. We hebben 150 vrijwilligers. Wow. Die het totaal moeten bemensen. Zo zou je het moeten zeggen. Ja. Kijk, je draait 3 volle weken, inclusief weekenden, behalve woensdag. Dus het is 6 dagen programma. Mm-hmm. Dus het is elke dag heb je een ploeg nodig die 's morgens om 15:15 begint met de deur open te maken. Dan alles zorgt dat het klaar is. Zorgt dat je om 20:15 klaar staat, dat de schoolkinderen gaan komen. Ja. De programma's gaan draaien, de organisatie eromheen, de veiligheid eromheen, de PR eromheen. De catering omheen, daar moet tussenmiddag ook gegeten worden. Ja. Sinterklaas moet ook een broodje eten, Pieter moet eten. Het moet allemaal wel geregeld worden. In totaal hebben we nu 150 vrijwilligers die zich compleet belangeloos inzetten voor dit geweldige feest. Zijn die vrijwilligers eigenlijk makkelijk te vinden? Of is dat, We mogen ons zelfs de luxe permitteren dat we nu een wachtlijst hebben. Ja, precies. Ja. Het gaat enorm. Echt? Ja, maar het is natuurlijk ook een mooi feestje. Ja. En het is ook leuk, daarmee vind ik het. Vorig jaar was het helemaal nieuw natuurlijk om op te zetten. En zelfs ook dit jaar weer. De mensen die blijven enthousiast. En zeker als het ook vorig jaar weer hebben meegemaakt. Het is natuurlijk prachtig. Ja. En ook niet, en ook, wat zou ik zeggen? Ook dat je ook allerlei mensen ermee kunt verbinden eigenlijk. Mm-hmm. Het is niet één, zoals ik met dat inrichtingsgroepje, maar het is een hele club daaromheen. Zo ook bijvoorbeeld leerlingen van het BHC, die hebben dit jaar meegeholpen om materialen te maken. Het is ook voor hun weer een mooi project. Snap je? Zo heb je steeds weer allerlei lijntjes lopen eigenlijk, wat vrijwilligers biedt. Ja, Wim zei het net al, hè? Mensen Boksel, Liemd, Lensheuvel. Verwacht jullie ook mensen buiten Boksel om? Ja, we hebben op dit moment al erg veel verzoeken gekregen van scholen uit Helvoort en uit Vught en Den Bosch en Rosmalen en Beek en Donk enzovoort. Nou, daar hebben we van gezegd, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar elke zin die ze terugkrijgen is, helaas, wij zetten ons in voor de Boksterse kinderen, dus we kunnen eigenlijk nauwelijks nog al onze kinderen zelf kunnen bedienen. Ja. Kortom, die groepen kunnen we niet door de week bedienen, die zijn natuurlijk van harte welkom in de weekenden. Ja. Want hoeveel bezoekers verwacht je eigenlijk? Ja, die vraag is natuurlijk al meerdere malen gesteld. Heel simpel, vorige keer hadden we voor de scholenbezoeken 1000 kinderen. En de weekendbezoeken hadden we 1000 bezoekers per keer, dus dat waren er 4 keer. Als je dat doortelt, zouden er nu 5000 in de weekenden gekomen en die 1300, dan zouden we al op 65. Ja. Ik durf niet te zeggen wat er nu gaat komen. Het enige wat ik wel weet, dat er veel verzoeken van buiten zijn. Ik heb al ergens gehoord dat er 2 schoolbussen gaan komen die op zaterdag en zondag gaan komen. Maar heel, heel eerlijk, je zit natuurlijk in een kasteel. Het is een prachtige omgeving. Het is omgeven door een hele mooie gracht. Ja. Stel je voor, in het weekend staan in één keer 3000 man voor de deur. Wat dan? Ja, dat is niet te handelen. Ja, want zijn er veiligheidsvoorschriften waar je rekening mee dient te houden? Wordt de Sinterklaas om een helikopter? Ja, we hebben vorig jaar gezien dat het zo ging dat een gemiddelde wachttijd, en dat was bijna permanent, van ongeveer 3 kwartier,
dat buiten wachten voor ouders wel acceptabel is. En ondertussen hebben we het aantal buitenspelmaterialen op het binnentrein uitgebreid. Zodat de kinderen bezig kunnen zijn, de ouders in de rij gaan staan. En die drie kwartier, dat vinden ouders op zich geen punt. Ja. Omdat er, als dus uiteindelijk zijn ze lekker buiten spelen. Ja. Ja. Dus we moeten er ook niet aan denken dat er 3000 op een dag gaan komen. Ook in alle eerlijkheid. Dat is moeilijk te handelen. Maar laten we een beetje van gezond verstand uitgaan. Dat we het op die 1000, 1500 op een dag, daar zou het ook al helemaal fantastisch zijn. Ja, wauw. We ontkomen niet aan, ik moet die vraag stellen, de Zwarte Pieten discussie. Hoe staat dat in Boksel? Nou, de Zwarte Pieten discussie, die hebben we vorig jaar uitgebreid met de burgemeester gevoerd. Ja. Daar hebben we ook een duidelijk standpunt in genomen. Ja. Het standpunt is dat wij het nog steeds beschouwen als een traditie en een kindertraditie nummer 1. Mm-hmm. En de discussie over traditie hebben we gezegd, die gaan wij mee veranderen. Met andere woorden, ja, onze Pieten zijn al. Wij spreken niet over Zwarte Pieten, wij spreken over Sint en Pieten. Bij ons zijn ze donkerbruin in plaats van zwart. Ja. Ze hebben lang niet die zware rode lippen, ze hebben geen oorbellen, ze hebben geen kromtaal. Alle Pieten hebben zelfs workshops gevoerd van speel je rol goed, ga geen discussie in. En we merken gewoon dat standpunt heel helder is. Omgekeerd, we hebben ook een duidelijk standpunt ingenomen, op het moment dat of politiek, of maatschappelijk echt unaniem vastgelegd wordt, dit is een vorm van racisme, streep slavernij, stoppen we morgen ook met dit gebeuren. Ja, precies. Wij voeren de discussie vanuit de traditie. Ja. We voeren de discussie niet vanuit racisme. We zijn er daar natuurlijk open in. Ja. We blijven dat volgen. Maar op enig moment is dit een standpunt geworden. Ja, exact. We merken ook dat we vorig jaar nul reacties hebben gehad van mensen die ja. overvoerd hebben. Zondag met de intocht, nul reacties overgevoerd. Het leeft hier discussie. Volgens mij ook niet zozeer. Nee. Als in de media. Nee. Eigenlijk zouden we net als in België gewoon één contract moeten tekenen. Dan is het allemaal duidelijk voor iedereen. Dan is dat duidelijk, dan is dat een standpunt. Ja. Nou, dan kun je het daar wel of niet mee eens zijn. Dan heb je één standpunt. Ja. Ja. Einde discussie, gewoon is het dan eigenlijk. Hè? Ja, precies. Ja. Dat maar een groot succes mag worden. Wederom weer een groot succes. Misschien nog toe mag voegen. Het is natuurlijk allemaal mogelijk gebruikt. Mede mogelijk gemaakt door. We krijgen nu een sponsormomentje. Nee, we krijgen het mooiste sponsormoment van Boksel. Namelijk, het uitgangspunt is dat wij geen entree heffen. Op veel locaties in Nederland kun je naar een kasteel. Ja. Dan betaal je een entree. Ja. We hebben heel druk gezegd, we heffen geen entree. Omdat een aantal ouders helaas niet in staat zijn om die entree te kunnen heffen. Ja. Dat is vervelend voor hen. Maar dat zou betekenen dat dus een aantal ouders met kinderen niet naar het grootste kinderfeest kunnen komen. Ja. Ja. Dus hebben we gezegd, geen entree. Wow. Dat betekent dat het dus op een andere manier gefinancierd moet worden. Ja. Daarvoor hebben we vorig jaar het uniek opgericht Vrienden van Sint. Vorig jaar hadden we 45 vrienden, dit jaar 50 vrienden. Wow. 50 vrienden, dat is uniek in Boksel. Wow. Die voor die verbinding zorgen. Die allemaal op hun eigen manier een medewerker verleden. Die het mogelijk maken dat de Sint weer op stapel exact. Kan slapen. Exact. En dat alle kinderen exact. Even naar in dat mooie grote bed. In dat grote bed. In dat mooie grote bed. Ja. Ah, prachtig. Ja, dat is echt heel mooi. Ik wens jullie heel veel succes. En dank je wel. Voor jullie inzet ook. Ik dank je wel. Wil je thuis nu ook meer informatie? Neem nog even kijken op onze website www.omroepdommeland.nl. We zijn er weer doorheen. We hebben het gehad over Dances with the Stars. We hebben het gehad over de Star Company met alle kids. We hebben het gehad over Stapel op Sint. Het was het weer. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. Slaap lekker. Tot de volgende keer. Dag.